Een nieuwe gast is naast mij aangeschoven. Vertel even wie je bent en wat je precies doet. Ik ben John Newman. Ik ben uitgever bij Business Contact. Wij zijn de uitgever van het boek Nooit Af. En ook de hernieuwde uitgave van Easycratie. Het boek van Martijn Aslander en Erwin Witteveen. Die ook achter Permanent Beta, bij Permanent Beta betrokken zijn. Dus je bent hier als uitgever of ben je hier omdat je denkt van Permanent Beta vind ik een interessant concept. Ik heb hier ook nog iets te winnen. Nee, ik heb hier zeker iets te winnen, ja. Wat? Ik denk dat Permanent Beta een beweging is die laat zien dat je dingen op hele andere manieren kunt organiseren en doen. Met mensen die dat soms belangeloos doen, met mensen die uit verschillende achtergronden komen. En dat is voor ons niet alleen als uitgever, is dat ook heel interessant. Want wij zijn natuurlijk ook aan het kijken wat is de rol van de uitgever in de toekomst. Dus vanuit die hoek is het voor ons heel interessant om gewoon te kijken hoe dit soort dingen werken. Hoe komt dit tot stand? Waarom zijn mensen hier? Het is ontzettend inspirerende sessies ook. Dus wellicht komen we hier ook nog gewoon auteurs tegen. Dus het heeft voor ons meerdere raakvlakken. We staan hier natuurlijk ook met een stand. We verkopen ook gewoon boeken. Maar ik denk dat het stuk om gewoon hier te leren en andere mensen te ontmoeten in een evenement dat gewoon heel anders is opgezet dan de meeste andere evenementen, dat voor ons ook een hele mooie leerschool is. En op wat voor manier is het volgens jou anders opgezet dan andere evenementen? Het is in eerste plaats gratis. Het is vrij zonder, er worden niet heel veel kosten gemaakt. Het is, mensen komen echt omdat ze er graag bij willen zijn. Wat ik ook wel zie is dat mensen de grens tussen de organisatie en de bezoeker, die is veel vager dan bij normale events. Je ziet hier zelfs bezoekers die zelf met stoelen meesjouwen als er even iets moet gebeuren. Dus dat is heel grappig om te zien dat die grens tussen organisatie en bezoeker vervaagt. En dat mensen er gewoon leuk vinden om erbij te zijn en niet te beroerd om ook een stoel te sjouwen. En wat zou jou dat als uitgever kunnen leren, waar je iets aan hebt in de toekomst? Wij zijn natuurlijk, uitgeefbusiness is ook een business die op zich traditioneel werkt. Een auteur die schrijft een boek, een uitgever die verzorgt de uitgaven. Maar de rol en de meerwaarde die een uitgever heeft, die verandert ook. Auteurs pakken grotere stukken zelf op. Een uitgever moet dus ook bekijken van wat is onze rol, wat verandert dat voor ons. En dat zie je eigenlijk hier ook heel goed gebeuren. Wat dit betekent voor eventsorganisatie, dat heeft ook zeker wel implicaties voor hoe het uitgeefproces normaal gesproken gaat. Kun je daar wat helderder over zijn of wat specifieker over zijn? Nou, ik denk dat je heel goed met elkaar moet kijken wiens krachten op welk moment het beste in te zetten zijn. Heeft een auteur al een belangrijk netwerk, dan moet een uitgever dat ondersteunen. Dus het schrijven houdt voor een auteur niet op bij het schrijven van een boek, maar het uitgeven van een boek gaat ook heel anders. Wij moeten dingen op andere manieren doen dan we in het verleden misschien gewend zijn te doen. Waarbij we eigen redactie hebben, waarbij we eigen marketing en sales hebben en dat moet je kunnen loslaten. Het is voor ons ook een kwestie om dingen los te laten. Is het gevaar in dat loslaten, want dat is natuurlijk, je ziet dat natuurlijk vaker, dat om dingen te veranderen moet je dingen loslaten. Maar het gevaar kan dan natuurlijk ook zijn dat je dan het vervolgens helemaal kwijtraakt. Op het moment dat een auteur al een eigen netwerk heeft en dus niet meer voor zijn publiciteit bijvoorbeeld afhankelijk is van een uitgever. Waarom heeft hij dan überhaupt nog een uitgever nodig? Je kan tegenwoordig ook boeken on demand uitbrengen, dan kan je het toch zo doen? Zeker. Dat is zeker zo. Ik denk als je niks doet, dan raak je het ook kwijt. Er zijn natuurlijk altijd wel auteurs die het gewoon op een traditionele manier graag opgelost zien. Maar je ziet ook wel steeds meer auteurs die daar op een andere manier in willen zitten. En ik denk als je dat als uitgever star in bent en niet in meegaat, dan verlies je het ook. Dus ik denk dat we aan de ene kant wel moeten. Met alle risico's van dien, want het is ook voor ons natuurlijk experimenteren en leren. Maar ik denk dat als voor iedereen duidelijk is waar de meerwaarde van een uitgever kan zitten, en dat verschilt echt per auteur, dat een auteur het ook prettig vindt om met een uitgever te werken. Die kan ontzorgen, die misschien bepaalde velden al heeft ontdekt die een auteur zelf niet wil of kan ontdekken. Je moet veel meer leren. Waar liggen de krachten van ons beiden en waarom hebben we samen baat bij die samenwerking? Wat zijn de grootste hobbels die je moet nemen?
Ik denk dat het vaak ook nog wel ligt aan interne processen waar wij heel erg aan gewend zijn. Een verdienmodel waar we aan gewend zijn. En dat je dat moet loslaten om op een andere manier vertrouwen in te hebben dat het op een andere manier ook tot een soort nieuw verdienmodel kan komen. Dus het loslaten van het verleden, zeg maar, dat is best nog wel een hobbel. Ja. Is dat iets wat Permanent Beta je kan leren of waar het bij kan helpen? Of waar, en betekent dat dus ook dat je in feite je hele bedrijf hier naartoe sleept om te laten zien van zo kan het ook? Zover is het nog niet, maar ik kan me wel voorstellen dat het gaat gebeuren. Het is in ieder geval heel inspirerend. We leren hier dingen, we pikken hier dingen op waarvan we denken, goh, zo kan het ook. Zonder dat het hoeft te betekenen dat je geen omzet meer kunt maken of dat je... Maar ik denk zeker ook, dat geldt ook voor het boek Nooit Af, dat er heel veel dingen in zitten die we in deze tijd gewoon nodig hebben. Nieuwe inzichten, nieuwe manieren om dingen te doen. Waarbij mensen juist veel meer enthousiasme krijgen om dingen te doen. En daar soms ook belangeloos hun tijd en energie in willen steken. De dag is nog, is nog niet, nog niet, we zijn nog niet heel lang begonnen. Maar wat is de belangrijkste les tot nu toe? Van vandaag? Ik vind die buzz die hier hangt, vind ik altijd heel erg leuk om. En dat is anders dan bij andere events. Waarbij je toch merkt dat er iets betaald. Dus mensen komen, verplichting. Ze hebben ook verwachtingen over dat er een goede lunch is. En dat het allemaal gaat zoals zij willen. En hier is het vrijer. Mensen lopen in. Als ze even geen zin hebben om naar een sessie te gaan, dan doen ze iets anders. Of ze zijn in gesprek. Ik denk dat voor heel veel mensen die hier zijn ook niet weten van tevoren hoe de dag gaat lopen. Dat ze uiteindelijk weggaan met, god, de dag is heel anders gelopen dan ik had verwacht. Ik heb maar 2 sessies gedaan, maar ik heb hartstikke leuke mensen gesproken. En dat vind ik het leuke om hier te zien. Wanneer ga jij zelf tevreden naar huis? Ik denk dat ik nu al kan zeggen dat ik dat soort dingen, door dat soort dingen mee te krijgen, zeg maar. En dat ik dat al heel erg leuk vind. En dat ik wat ik dan daarna ga doen is van, goh, wat kunnen wij daar nou mee? En wat betekent dat voor ons? Het zit dus niet in dat je zegt van, nou, 100 boeken verkocht, dan ben ik een tevreden man. Natuurlijk, het is leuk om boeken te verkopen, maar dat is eigenlijk niet mijn eerste doel hier. Mijn eerste doel is gewoon om hier te merken hoe dingen ook anders kunnen. En dan proberen daarvan te leren wat wij daar als uitgever mee kunnen. Dankjewel. Heel veel plezier. Dankjewel. En succes. Graag gedaan.